Kijkersbotlek TV. Een hele goede middag. Zon overgoten hier aan de Voorstraat 14A. Vroeger voor de oorlog 220. Hier woonde de familie Levy, een slagersfamilie. Vijf leden die op 28 oktober 1942 door de nazi's uit hun huis zijn gehaald, mee zijn genomen. En via loods 24 in Rotterdam, Westerbork, uiteindelijk terecht zijn gekomen in Kossel, waar de mannen eruit moesten, uit de trein moesten. En hartverscheurende taferelen. En daarna door naar Auschwitz. De mannen hebben zich dood moeten werken voor de nazi's. En de vrouwen zijn direct na aankomst, rond 3 november, zijn ze vergast. Wat wij willen, en wij, dat zijn we met z'n allen, heel veel mensen, maar in ieder geval de stichting Max XL, Maak Max Mogelijk, om hier voor de deur een groot beeld, levensgroot brons beeld neer te leggen van Max de hond. U weet er al van, u heeft al meerdere afleveringen gezien en zo niet, kijk dan eventjes op onze website. De mannen hierachter van gemeentewerken, van de firma aannemersbedrijf Willemsen en vele anderen zijn nu bezig om sleuven te graven, om te kijken. Kabels en leidingen in de grond, kan dat allemaal? Want er moet een sokkel van meer dan 1000 kilo moet daar op worden gezet. En dat moet natuurlijk min of meer een beetje hufteproef zijn, maar ook kindvriendelijk. Want bovenop die sokkel komt Max. Na 80 jaar, precies 80 jaar later, mag Max eindelijk wel eens op een voetstuk gezet worden. Max, de trouwe hond die achterbleef terwijl zijn baasjes weg werden gevoerd en nooit meer zijn teruggekomen. Klopt. Meneer Van Galen, Jos Van Galen van de gemeente Nissewaard. Welke afdeling? Kabels en leidingen. Kabels en leidingen. Dan begrijp ik gelijk wat u hier doet, want ze zijn aan het graven om te kijken of daar dus kabels en leidingen liggen die mogelijk geraakt kunnen worden in verband met het plaatsen van de sokkel van Max. Klopt dat? Nou, het is meer als voorzorgsmaatregel. Als er nog kabels en leidingen onder liggen, dat we het beeldje iets naar voren of iets naar achter kunnen doen. Of een nuspartij even de opdracht geven om een mantelbuisstroom aan te brengen. Dat als er schade is, dat die kan vervangen worden. Ja, nou, hoe diep ongeveer liggen de kabels en leidingen? Is daar iets van te zeggen? Dat is van 15 centimeter tot ruim een meter. Oké, ja, mijn idee ligt allemaal een meter diep. Maar het is dus heel goed dat ze nu aan het graven zijn om te kijken of er niet op 10, 15 centimeter kabels liggen. Elke discipline heeft zijn eigen hoogteligging onder de straatcentjes. Dus vandaar dat we altijd eventjes moeten kijken. Ja, nou is dit een dijk, hè? Vroeger echt een waterkering ooit. Maar die functie heeft het lange tijd geleden verloren. Dan zou je toch zeggen, nou in dijken worden geen kabels en leiding gelegd. Maar ja, er staan natuurlijk huizen. Dus wel logisch. Ja, waar huizen staan, zijn kabels en leidingen altijd te vinden. Ja, eigenlijk een overbodige vraag. Maar net zoals riolering en dat soort zaken. Vind je dat ook aan deze kant? Nee, dat zit meer in het midden van de straat. Dus dat over het algemeen overal in het midden van de weg. Ja. En dan met aftakking naar de huizen toe. Oh. Nou ja, zoals het er nu uitziet. Mannen zijn al op een halve meter, nog niks tegengekomen. Komt Max waarschijnlijk wel te liggen ongeveer op de plek wat was uitgetekend? Volgens mij ligt er alleen nog een telecomkabeltje en dan moeten we even kijken waar die exact ligt. En ik heb net een gaslabeltje gezien, dus daar ga ik ook nog even naar kijken. Oh jee, als dat maar niet iets wordt als Van Spijk, dan maar liever de lucht in. Ja, voor de kijkers die weten wie Van Spijk is natuurlijk, hè, want de jongere kijkers weten dat helemaal niet. Goed, ik heb zelf het buskruid niet uitgevonden, dus ik ga gauw kijken bij de mensen. Ik wil alleen maar gelijk via Botlek TV u en de andere ambtenaren van de gemeente Nissewaard hartelijk danken voor de medewerking. Graag gedaan en succes. Dankjewel. We gaan even verder. Er staat hier voor wat stuivers aan arbeid. Ongelooflijk, voor een klein gaatje te graven. Maar we hebben net ook gehoord van Jos van Galen hoe belangrijk het is dat je toch gaat kijken of er geen kabels en leidingen liggen. Naast mij Charles Romeus van? Willemsen, aannemersbedrijf Willemsen. En wat is uw functie hier? Ik zorg ervoor dat deze sokkel geplaatst gaat worden. Dus we gaan hem aan de zaak prefab maken. En dan op het moment dat hij geplaatst kan worden, dan nemen we hem mee hier naartoe. En zorgen dat hij netjes komt te staan. En wat is prefab? Prefab wil betekenen dat ik hem aan de zaak zeg maar klaarmaak om te storten. Dus de bekisting klaarmaken, die dan doen we aan de zaak. Omdat het toch een kleine
geruimd is om te werken, wil ik dat liever aan de zaak klaarmaken. En dan hier is de kwestie van plaatsen, beton storten. Hij wordt hier, de sokkel wordt hier ook echt daadwerkelijk gestort. Het is gewoon handwerk. Ja. Ja. Dan heb ik begrepen dat er ook de naam Max erin komt. Geen andere zaken, geen reclame, geen QR-codes. Alleen maar de letters Max. En hoe gaat u dat doen? Nou, in de bekisting is het zo. Hij moet er zo strak mogelijk uit komen te zien. Alleen je wil niet dat die letters Max over de hele breedte van de sokkel zichtbaar zijn. Het moet compact zijn. Mensen moeten zien het beeld doet het hem. Maar de letters geven een toevoeging daaraan. En geven de naam uiteraard aan. En dat is eigenlijk wat ik wil bewerkstelligen. Ietsje verdiept in het beton. Zodat het net wat sierlijker staat. En huftproef. Ja, kindproef ook. Want de kinderen die mogen gewoon op Max klimmen. Lekker aan dat kopje aaien, dat het helemaal glanzend gaat worden. Want Max vertelt zelf het verhaal. Precies. Geen uitsteeksels aan het beton. Zoals de kinderen er veilig op kunnen klimmen. Relatief veilig. Hè, want een sokkeltje wordt 50 centimeter hoog. Inclusief het beeld is toch altijd nog een ruime 1,5 meter dat je naar beneden kan vallen, bij wijze van spreken. Maar goed, we moeten proberen dat de mensen zich niet aan de sokkel kunnen verwonden. Dat is, ja. Nou, voor de moeders en de oma's, opa's en oma's die hier komen en hun kleinkind erbovenop zetten. Het is voor eigen risico, hè? Want als je erop klimt, kan je er ook afvallen. Dat hebben we net gehoord. Maar dat is niet de bedoeling natuurlijk. Lekker knuffelen met Max. En Max vertelt hier zelf het verhaal. En hoe, dat laten we later zien. Ja, we hebben hier een mystery guest. Alhoewel, u ziet natuurlijk, Krijveld. Is dat reclame? Nou, misschien een heel klein beetje. Meneer Becker, is het niet? Goedemorgen, ja, dat klopt. Van Krijveld, dat kan niet anders. En wat is Krijveld? Wij zijn een bedrijf in de grondweg en waterbouw. Wij doen heel veel projecten, ook in Nissewaard. We zijn benaderd om hier een stukje te willen opgraven voor de Kaapse leidingen te bekijken. En zodoende staan wij hier. Nog rare dingen tegengekomen? Schedels, knokkels en dat soort dingen? Nee, dat zijn we niet tegengekomen. Nee. Maar ook geen obstakels waarvan je zegt van nou, het kan niet doorgaan? Nee, gelukkig niet. Nee. Nou, daar zijn we wel heel erg blij mee, want de tijd dringt. Op het moment dat we hier staan is het 11 oktober en op 28 oktober moet het beeld daar staan. Dan staan hier misschien wel 100, 200, 300 mensen. Ja, en dan is het een beetje lullig als je alleen maar een sokkel die daar op de straatstenen staat gaat onthullen. Heeft Krijveld vaak van dit soort een beetje vreemde, buitennissige klusjes? Wij worden wel eens benaderd voor zulke soort klusjes inderdaad. En daar staan we altijd voor open. Ja, zeker. Ja. Nou, kijk eens Botlek TV. Als je vreemde, rare, leuke, mooie klusjes hebt, bel Krijveld. Ja, nou daar staan we dan mannen. Jullie weten overal van. 1942, jullie hebben het waarschijnlijk gezien. Maar je wilde niks over vertellen. Hoe de familie Levy is weggevoerd en Max is achtergebleven. Wat zou het prachtig zijn als de mannetjes van de Krom nog zouden kunnen praten. Dan zouden veel mysteries worden opgelost. Waar is Max gebleven? Bij welke familie? Bij Versteeg? Bij Lankaar. Hoe zijn ze weggevoerd? Met de RTM hier vandaan. Het moordenaartje, de stoomtram. Vanuit Spijkenisse. Of met de auto. Een lege truck, een gewone auto. Over de Spijkenissebrug naar Hoogvliet. En daar op het trammetje gezet. Ja mensen. Als u het weet. Al is dat maar zo'n klein stukje. Zo'n tipje van de sluier zou kunnen oplichten. Dan zijn we u zeer dankbaar. Iemand die niets weet van wat deze mensen weten, maar wel van heel veel andere zaken. De man die achter de schermen altijd bezig is geweest, Karel Nussink. De man ook van de beeldhouwer, Tineke Nussink. En Karel Keurvink, want dat is zijn echte naam natuurlijk, heeft het hele proces rondom de betonstort, het plaatsen van de sokkel en het beeld
heeft hij gemanaged. En dat heeft hij fantastisch gedaan. Karel Keurvink, je hebt er je handen maar mee vol. Nou, het is gezamenlijk met alle partijen die erin betrokken zijn om gezamenlijk de handen uit de mouwen te steken. Zo werkt het. Samen. Dus ik ben dankbaar voor al de mensen die hieromheen alles hebben gedaan. Wat ook gevraagd werd. Met ook onder andere het bedrijf Kraaienveld zeer enthousiast gereageerd. Ja, maar wie ook heel enthousiast reageert, en die maak je ongeveer 24 uur per dag mee, dat is je vrouw Tieneke. Dat proces heb je ook begeleid. Je rijdt ze overal naartoe als het moet, naar de gieterij en noem maar op. Max, is die ook een beetje jullie hond geworden? Ja. Heeft ons hart gestolen. Dat zijn de enige woorden die ik aan wil geven. Ja, je wordt er emotioneel van. Klopt. En dat is wel mooi. En heel veel mensen zijn er inmiddels, hebben de emoties bij. Klopt. Ja, ik wil je niet voor een verdongen feit zetten, maar waar komt dat vandaan? Het gevoel en de kennis en de kunde van hoeveel leed mensen is aangedaan in die periode, die zwarte periode. Hoeveel leed er momenteel wordt aangedaan aan de mensen in de Oekraïne. Her en der overal op de wereld. Vreselijk. Jullie zijn ook persoonlijke vrienden van Jacques Chrishaver. De voorzitter van het Nationaal Auschwitz-comité. En Jacques zal aanwezig zijn bij de onthulling. Ja, er zullen misschien nog wel meer tranen gaan vloeien. Dat denk ik ook. Met name Jacques, die heeft bijna heel zijn familie is uitgeroeid in de Tweede Wereldoorlog. Heeft er heel veel dingen voorgedaan voor de nalatenschap na de Tweede Wereldoorlog. Hij gaat jaarlijks naar het Auschwitz zelf, het concentratiekamp, doet die rondleidingen. En velen, velen raken daar geëmotioneerd. Zelf durf ik het nog niet. Ja, dat gevoel heb ik ook. Ik durf het ook nog steeds niet naar Auschwitz. Ik ben wel in Polen geweest, in Warschau, naar toch wel een verschrikkelijk museum. Verschrikkelijk. De geschiedenis die daar wordt verteld, het Joodse ghetto. Ik ben naar Westerbork ben ik geweest. En dat was voor mij op het randje. Ik weet niet of ik het emotioneel ook, net zoals Karel, kan opbrengen om ooit naar Auschwitz te gaan. Maar het is wel nodig. Alhoewel, als Max straks hier op de Voorstraat op 14a ligt met het hele verhaal, ook op borden bij het centrum, via een tentoonstelling van Ed Citroen, dan weten we met z'n allen alles, heel veel althans, wat er 80 jaar geleden is gebeurd. Heren, met een lach en een traan nemen we afscheid van de kijkers van Botlek TV. Achter de camera, Roel van Deursen en het vierde mannetje van de Krom, Joop van der Hoorn.